Ja, Nico Dijkshoorn hier. Ik ben op dit moment, het is nu, het is het, eerste kerstdag, uur of twee, ben ik echt net 24 uur terug ongeveer uit Barcelona. En ik kan eigenlijk zeg maar net, nee, het lukt eigenlijk net nog niet, ik kan eigenlijk net weer hele zinnen spreken. En we kunnen gerust spreken van een doorslaand succes. Het was een leuk bedrijfsuitje. En ik heb beloofd dat ik er zeg maar een audioverslag zou doen, omdat ik gewoon toch een van de weinigen ben die dat een beetje compact. En ik heb er toch een beetje compact aan doen die daar een soort ervaring mee heeft. Ik ben ook een ervaren Barcelona-ganger. Wat zeg maar niet van alle redactieleden van Geen Stijl gezegd kan worden. Ik geloof dat Traag is geloof ik nu nog onderweg. Die is over de heenreis, hij heeft die 4 dagen gedaan. Hij heeft een heel stuk, ik geloof dat op de heenreis is Traag via Oostenrijk gegaan. Is hij overgestapt ergens op een soort trein die dan via Italië weer naar de Laars, helemaal naar de punt van de Laars is gegaan. Ik geloof dat hij uiteindelijk met een soort van waterfiets is hij in de haven van Barcelona terechtgekomen, waar wij net tot het ochtendgloren aan het bouncen waren, want zo heet dat tegenwoordig. Ik heb me maar gewoon mee laten voeren met die mannetjes. Ik had zelf ongeveer het idee van nou, dat wordt een heel weekend met mijn hoofd vlak boven die cocktailprikkertjes hangen. Met stukjes worst erop en zo, maar dan moet je toch denk ik meer bij het uitje zijn van Merel Roze. Dat je allemaal met een boek ergens en een stuk maandverband in je broek in Warschau gaat zitten. Maar dit was dan weer een heel andere koek. Dit was bouncen en met flesjes rum van €160 per stuk. In de VIP-ruimte naar je iPhone gaan zitten kijken. Maar op zich wel goed om een keer bij te zijn. Ik heb die jongens een beetje wegwijs gemaakt. Daar in Barcelona. Er is een soort hele rare, wel een soort raar gerichte energie. Hebben we die gasten als je ze in de gaten houdt. Zitten ze alleen maar hamburgers te vreten. En zitten ze te schreeuwen dat de frietjes niet recht zijn. Maar dat het kleine aardappeltjes zijn. Maar na zeg maar, zo'n halve dag was dat wel, was het allemaal wel zo'n beetje onder controle. We zijn de eerste dag heb ik ze, hoe heet het, mee de metro ingenomen. Dat was met name voor de heer Vleesboom. Die was zeg maar al 35 jaar niet met het openbaar vervoer geweest. Die stond... Die hebben we er echt in moeten trekken. Die is gewend om met zijn Audi. Die gaat met zijn Audi alleen maar naar. Audi alleen maar naar Tappa. Die willen naar Tappa barretjes waar je gewoon met je auto zeg maar onder kon parkeren. Dat je met een soort dienstlift. Dat je het restaurant in wordt getrokken. En die moest nu tegen zijn zin in. Omdat het openbaar vervoer staakt in Barcelona. En iedereen dus een taxi wilde. En we hadden haast. We moesten naar het voetbal. Heb ik die mee de metro ingetrokken en dat is hem goed bevallen. Je lult een half jaar niet meer met me. Prachtig beeld was dat de directeur van Geen Stijl in een wagon met ongeveer 5 centimeter naast hem een singelende zigeuner en iemand op accordeon. Probeert u dat beeld eventjes vast te houden. En dan gewoon eigenlijk gewoon dolgraag willen schrijven over gele media dingetjes. En dan zeg maar 60 meter onder de grond in een stinkende wagon zitten. Dat was niet helemaal het idee van een geil bedrijfsuitje. We hebben ons vooral vertoefd. Ik ben de naam gewoon alweer bijna kwijt. Kijk dat maar even nou op Geen Stijl. We hebben eigenlijk gewoon pak een beetje 80% van de tijd in Barcelona doorgebracht in een soort... In een soort club. Waar toen we de eerste keer kwamen eten, daar werden we. Kwam er een soort Zweeds meisje op ons af.
die zich op de volgende manier voorstelde. Hi, I'm Swedish. I'm a student inside architecture. Of zoiets. Die maakte zeg maar in haar tweede zin maakte ze wel bekend dat ze binnenhuisarchitectuur studeerde. En die stond zeg maar in een rokje wat net over de anus heen kwam. En ik dacht dat... Ik heb hem meegenomen naar de hotelkamer. Ik vond zeg maar, dat mijn bed niet... ik was niet helemaal tevreden over die horizontale lijn van horizontale zichtlijn van mijn bed. En ik vond ook zeg maar, dat het hele badkamer gebeuren ook bijna geen gesprek aanging met de kamer. Dat het geen organisch geheel was. En dat heeft ze op zich wel aardig opgelost. Dat vond ik wel goed gedaan. Ja, we zijn ook naar de voetbal geweest, natuurlijk. Naar Barcelona, Real Madrid. En zeg maar wat vooral erg opviel bij de mannen van de redactie is dat er zo weinig politie was. Er was echt een soort enorme, soort reactionair gesis de hele tijd, zeg maar, om me heen. Van dat het zo ook kon. Dat er geen hekken waren en dat er op deze manier... Kijk, zo kon dat in Spanje. Zeg maar een beetje het ouderwetse gelul zeg maar, van toen Franco nog in Spanje was, reden de treinen op tijd. Een beetje dat verlangen naar de harde hand, naar de discipline. Die Ronaldinho overigens helemaal niet op kon brengen tijdens de wedstrijd, discipline. Ik was erg blij dat hij meedeed. Ik had toch zeg maar zoiets een soort droom van één keer Ronaldinho zien voetballen. Maar ik heb hem eigenlijk alleen maar gewoon met die Braziliaanse barbecue reet op de grond zien liggen schreeuwen. Dat er weer onterecht iemand tegen hem aan was gelopen als hij iets geniaals wilde gaan doen. Ruud van Nistelrooy was wel goed. Robben viel zowaar goed in. Sneijder speelde een aardige wedstrijd en... Er speelde bij Barcelona een hele lange negert, waar ik de naam even van kwijt ben, en die speelde briljant. En verder moet ik eerlijk toegeven, het is misschien ook wel aardig voor de mensen. Voor de mensen die toch een beetje wat vertekend beeld hebben van de G-Stijl-redactie. Ja, we hebben inderdaad allemaal met een gekleurd vel boven ons hoofd gestaan om zo zeg maar het hele stadion te laten veranderen in de clubkleuren. Sterker nog... Ik heb, hoe heet het, Hoxha, die stond erbij te springen zelfs. Die keek dan, en Brusselmans, die had dan wel dat stuk papier boven zo, dat werd allemaal een stuk rood papier. En die keek dan wel stiekem, dat is een beetje een recalcitrant mannetje, die keek dan wel stiekem onder het papier door om te kijken of alle andere mensen het wel goed deden. En als je de herhaling ziet, als je naar de herhaling kijkt van dat moment... Moet je hem even opzoeken, zeg maar. Dan zie je één klein, minuscule, klein stipje van iemand die zijn papier niet omhoog doet. En dat was Pritstift. Die doet niet aan kerst en doet niet aan versieringen van stadions. En Rutger doet eigenlijk gewoon... Rutger doet eigenlijk gewoon aan alles mee. Die heeft zeg maar het hele weekend aan alles mee gedaan. Ik heb nu met eigen ogen, ik heb een weekend lang nu op die gozer's lip gezeten en ik kan u melden. Er is geen enkel verschil tussen de Rutger in de filmpjes en de Rutger privé. Het is gewoon als je een bar inkomt, heb je gewoon ongeveer daarna heeft hij met 90% van de aanwezigen een leuk gesprek gehad. Waar hij zich zeg maar de volgende ochtend ook helemaal niets meer van kan herinneren. Maar wel een goede jongen, die Rutger. Nou, eens even kijken, wat hebben we nog meer? Ik zit even na te denken. Ja, traag, dus nog eventjes. Die is dus echt letterlijk gewoon eigenlijk alleen maar bezig geweest met er naartoe reizen. Hij heeft een fles rum leeggedronken en daarna zijn we hem kwijtgeraakt. En is toen weer teruggereisd, dit keer met een bus. Ging hij eerst met een bus naar Gerona, dan geloof ik heen en weer naar Andalusië en via Wenen en Moskou weer richting Düsseldorf en dan via Düsseldorf met de fiets naar Eindhoven.
En ik heb begrepen dat hij, ik zag net een comment van hem, dat is allemaal, hij is wel goed aangekomen. Dus dat is wel fijn. Ja, en ik zelf, ik schoof er een beetje tussendoor. Ze kwamen veel aan me vragen van, Nico, wat betekent dit nou in het Spaans? Weet je wel, die gasten die spreken allemaal gewoon geen woord over de grens. En daar wat ik zeg, een beetje de Nestor van het gezelschap. Af en toe vertelde ik ze dan wat over literatuur, Spaanse literatuur. En zijn we met z'n allen naar dat, toen wel even, ik heb ze ook meegenomen naar het Picasso Museum. En met name Brusselmans zijn gewoon bij ieder schilderij, de klassieker, dat kan mijn kind ook. Stel hij had kinderen. En Rutger heeft daar, zeg maar, bij wijze van, dat zien jullie nog, dat filmpje. Die heeft bij wijze van lol. Dus ik ken er geen stijl nu ook in Spanje. Bij wijze van grap heeft hij dat schilderij wat hij samen met Ruud de Wild heeft gemaakt. Heeft hij daar met een nitang, heeft hij dat aan een muur naar zijn Picasso stiekem geramd. Dus met een beetje mazzel heeft dat daar een uurtje of 4-5 gehangen. We hebben er foto's van en een filmpje, dat komt nog. Rutger in het Picasso Museum. Nou, verder nog, nog wat tips. Drink nooit 4 flessen rum in je eentje achter elkaar op. En probeer daarna dan geen taxi te krijgen. Pinnen van geld, speciaal ook weer voor Brusselmans. Dat kan ook gewoon in één keer. Dat hoef je niet 47 keer 20 euro te pinnen. Dat is in Spanje, betaal ze dat ook gewoon in één keer uit. En verder, ja, alles een gangetje. Alle mannen hebben ook, zeg maar, er was ook een ontroerend beeld op het vliegveld. Nog allemaal met hun dronken harsers een doos chocola voor het vrouwtje thuis gekocht. En gekanker op de, hoe heet het, zeg maar, dat er geen pindakaas dat er geen pindakaas te krijgen was. En het was een inspirerend uitstapje. Het is de kamers waar we op hebben gelegen voor de, zeg maar, voor de geen stijl toeristen. De nummers in het hotel worden nog ook bekendgemaakt, dat jullie, zeg maar, in de toekomst in precies dezelfde kamer als Dijkshoorn kunnen slapen. En dat bed staat dus anders nu. En ik heb ik heb ook nog, zeg maar, een soort kleine wandschildering gemaakt, dus je herkent het vanzelf wel. Oké, dat was het wel zo'n beetje. Ik ga nu mijn nest weer in. Ik begin een beetje te tollen weer. En ik wil de sponsors, zeg maar, die dit weekend allemaal mogelijk hebben gemaakt, wil ik enorm bedanken. Bedankt Wimpy Burger voor al je inspanningen. Bedankt ook voor, Trendy Sneaker House. Bedankt ook voor Willem Cavia, voor al uw cavia's in Dordrecht. Zeg maar, Willem Cavia, voor al uw cavia's, is een groothandel in piepschuim. En hij heeft een beetje wat ongelukkige naam gekozen voor zijn winkel. En natuurlijk ook nog bedankt voor de mensen, zeg maar, bij Willy Handsome raamkozijnen, voor al uw raamkozijnen. En voor Eurobed, voor al uw bedden. Dat waren ze. Ik dacht dat ik er geen eentje vergeten was. Oké, jullie zijn weer een beetje bij. Volgend jaar gaan we met z'n allen richting Madrid. En dat horen jullie dan wel weer. En verder natuurlijk hebben we ons erg vermaakt met de volkomen hysterische comments onder de verschillende postjes. Ik kan jullie melden dat gewoon we geen moment aan jullie gedacht hebben. En ik denk dat ik namens de hele redactie spreek als ik jullie ongezien de tyfus wens. Dus ongezien de tyfus. Op zaterdag allemaal. Sterf tijdens het kerstontbijt. Bijt.